Jippie, ik mag een offerte maken. Althans, Jippie, ben je daar wel zo blij mee? Kijk, laten we eerlijk zijn. Een offerte maken is één ding, maar waar het om gaat, is dat je uiteindelijk graag een opdracht wil scoren. En natuurlijk, om die opdracht te scoren, heb je zeer waarschijnlijk wel een prijsuitwerking, een offerte nodig. Iets waarop de klant ja kan zeggen. Maar op het moment dat je de hele dag bezig bent met alleen maar offertes maken, ja, dan ben je heel erg druk, maar weinig efficiënt. Waar het dus om gaat op het moment dat je met je klant in gesprek bent, is de vraag, het feit dat ik nu een offerte ga maken, leidt dat ook ergens toe? Is het serieus? Met andere woorden, meneer de klant, wat gaat u met die offerte doen? Wat is er van belang uiteindelijk om in die offerte terug te laten komen? En gaat die klant ook straks daadwerkelijk een beslissing nemen op basis van datgene wat jij nu gaat uitwerken, waar jij tijd in gaat stoppen? Op het moment dat jij dus nu na het gesprek blij bent, want je mag een offerte maken, nou ja, gefeliciteerd, want misschien komt daar een opdracht uit. Maar stel jezelf nooit het doel om alleen maar offertes te maken. Zorg ervoor dat wanneer je die gaat maken, wanneer je belooft dat je met iets terugkomt, dat je ook daadwerkelijk eigenlijk al de zekerheid hebt dat dit daadwerkelijk een opdracht gaat opleveren.